Op een wandeling zie ik vanuit mijn ooghoek plotseling twee lepelaars. En dan krijg je figuurlijk een schok. Het zijn prachtige vogels om te zien. Met hun gevoelige snavel zwaaien ze door het water en zo vinden ze op de tast insecten, visjes, amfibieën en slakken. De karakteristieke spatelvormige snavel is zeer gevoelig. Ze merken hiermee kleine trillingen van prooidieren op en zo komen ze aan hun eten. Om deze opname te maken moest ik de camera op een paaltje steunen en aan dat paaltje zat een schrikdraad. En dan begrijpt u nu al wat er toen gebeurde. Auw, shit. Ja, je moet er wat voor over hebben.